Goedemorgen, welkom bij je in uw vlog. Deze morgen heb ik een kleine yoga-sessie gedaan met 10 minuutjes, omdat ik niet echt veel zin had daarin. Het gaat trouwens niet zo goed met mijn tuintje, de yoga-challenge, want ik heb echt al veel dagen overgeslaan. Nu ga ik gebruik maken van mijn zondagochtend om de kerstboom op te bergen. Die heeft hier namelijk al genoeg gestaan, denk ik. Bijna 2 maanden, want ik sta hier sinds 10 november. Dus goed. Ongeveer een half uur later, mijn volledige kerstversiering zit in 1 bananendoos. En nu moet ik mijn kerstboom nog in de originele doos steken. Mijn BH doet allemaal dat. In dat hoekje staat nu terug mijn boom. En hier staat mijn zus haar bureautje. En onze kerstkaarten hangen nog altijd aan de slinger. En omdat mijn zus het jammer vond dat de kerstboom weg moest van mij, heb ik hier in de boomlichtjes hangen. Momenteel ben ik bezig met het opgebruiken van shampoo en flessen. Maar ik merk toch dat het niet volledig werkt voor mijn haar. Dus ik ga nog een keer kijken. Ik ga me vandaag met deze shampoo en conditioner bar van Lush wassen mijn haar. Ik ga zien of dat verbetering heeft of niet. Ik heb die namelijk gekocht een tijdje geleden. Ik heb die al gebruikt op reis, maar nog bijna nooit hier. Showering time! Ondertussen ben ik gedoucht, heb ik ontbeten, heb ik mijn mails bekeken en nu gaan we naar de nieuwjaarsreceptie van het... Na de nieuwjaarsreceptie van de stad waar ik een lekkere chocomelk heb gedronken in mijn eigen mok en een kaasje heb gegeten, ben ik met mijn mama getrokken. Daar nam ik namelijk terug afscheid van mijn liefste jongste broer. Hij gaat namelijk even terug naar Dublin, want hij woont daar. En nu ben ik aan het vlogs editen. Ik heb net wat financiën in orde gedaan. Ik heb budgetten voor mezelf gesteld. In de hoop dat die budgetten een beetje zullen kloppen dit jaar. Natuurlijk is januari wel een beetje een rare maand, omdat er veel dingen betaald moeten worden die jaarlijks betaald worden. Perfect angle.